Moet ik avond, middag, wat moet ik zeggen? Avond. Dames en heren, welkom toch? Oké, ik hou dit er gewoon maar in, man. Welkom bij de eerste podcast van Fresh Minds. Fresh Minds. Moeilijk, zelf bedacht, ik spreek het niet eens goed uit. Fresh Minds. En het is een podcast over creativiteit. En we hebben vandaag niemand minder dan Myron Hamming in de building. Yes, goed. Niet zomaar de building. We zijn bij Inders en Media Groep. Dat is ook de plek van Fresh Minds. Ik ga jullie later allemaal uitleggen waarom we hier zijn en wat we hier doen. Maar misschien moet je jezelf even introduceren. Myron, wie ben jij? Wat doe jij? Waar kennen we jou van? Yes, mijn naam is Myron Hamming. En ik ben sinds 4 jaar ben ik actief als spoken word artiest. En daarvoor was ik ook altijd natuurlijk al bezig met taal en met poëzie. Maar toen, 4 jaar geleden, was mijn eerste optreden tijdens een New Attraction spoken word avond in Simplon. Daar was jij volgens mij ook wel bij. Ja. Het is wel een connectie hier, hè? New Attraction. Sowieso, sowieso. Ik vind dat ze te weinig love krijgen, man. Ingeborg en New Attraction. Want ik ken Ro ook van New Attraction. Mm-hmm. En Appie heeft daar ook gewerkt. Oh, echt? En jij ook. En ik heb daar ook gewerkt. Dus ik ben afgestudeerd en daarna zat ik in het bestuur. Dus, dat heb ik echt nooit geweten. Ja, man. Dus het is toch wel een springplank. Ja, dat zie je steeds meer. Je hebt natuurlijk ook Mohammed, die natuurlijk echt... Mohammed Youssef Bos... Hij heeft daar gewoon de hele opleiding gedaan. Hij is daar gewoon begonnen. En ik ook. En jij dus ook, kom ik nu net achter. En iedereen doet nu gewoon toffe dingen hier in het noorden. En inderdaad, wat je net zelf zegt, Urban House mag echt wel een keer in het zonnetje staan. Ja, klopt. We gaan het hebben over creativiteit en New Attraction, spoken word. Yes. Ik wist nog wel, toen ik daar in het bestuur zat, was het in ieder geval een grote uitdaging om mensen uit te leggen van... Zeg maar wat de passie en het kunstenaarschap, als het een goed woord is, kunstenaarschap. Het klinkt, het bekt. Het bekt wel lekker. Dus bij deze mag vakmanschap in ieder geval. Precies. Achter activiteiten, dingen als spoken word. Mm-hmm. We hebben zelf onlangs een samenwerking gehad en mij viel het op dat je een woordkunstenaar bent. Zeker. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk, wie inspireert jou het meest? Nou, er is één dichter en ik overdrijf niet wanneer ik zeg dat ik denk wel 6 dagen in de week zijn bundel of een van zijn bundels erbij pak. En dat is Willem Wilmink. Ik weet niet of jullie die naam iets zegt. Hij wordt gezien als een van de meest bekende dichters ooit, Nederlandse dichters ooit. Okay. In ieder geval in de geschiedenis. En... op de een of andere manier, hij heeft zo'n speelse manier, zo'n jonge manier van schrijven. Maar dat hij wel met hele simpele, toegankelijke woorden hele grote boodschappen kan brengen. En dat is binnen het vakmanschap is dat alweer een kunst op zich. En ik kan niet heel veel dichters of woordkunstenaars noemen die dat in de vingers hebben. Neem ons even mee naar een favoriete vers van Willem Wilmink. Willem Wilmink, inderdaad. Ja. Of ik iets uit mijn hoofd weet. Een zin. Ik weet 1 zin volgens mij. Dan moet ik hem goed zeggen, want anders is het niet goed. Zodra de schemer was gedaald, was je niet langer meer verdwaald. En dat is ontzettend simpel gezegd. En dat was het voorbeeld wat ik dus net gaf. Het is zo simpel allemaal, maar toch, het blijft hangen. En dat kom je niet vaak tegen. Tenminste, ik kom dat niet vaak tegen en ik lees behoorlijk wat poëzie. En dus dat is wat meer, dat is meer de traditionele poëzie kant. Maar ik ben natuurlijk zelf spoken word artiest. En neem eens mee in het verschil tussen poëzie en spoken word. Spoken word kun je zien als een beetje het middelpunt tussen traditionele poëzie en rap. Dus er zit heel veel cadans in, er zit ritme in, er zit rijm in. En dat probeer je samen te brengen. Ook een verschil is dat het moment dat je een spoken word tekst schrijft, is het eigenlijk hoort het zo. Het is een beetje een ongeschreven regel. Je hebt hem geschreven, je leert hem uit je hoofd, je gaat op het podium staan en je draagt het echt voor. Uit je hoofd, zonder muzikale ondersteuning. Het is gewoon jij op het podium en je stem, meer niet. Ja. En met traditionele poëzie is het meer, je gaat staan, klapt het boekje open, je leest het voor, je hebt wat interactie met het publiek. En ik denk dat een spoken word optreden is meer echt op zich. Je doet je optreden, je kan interactie hebben met het publiek, maar het is vaak gewoon echt het optreden op zich en het is ook weer klaar. Tenminste, dat is de stijl, de vorm die mij het meest aanspreekt. Dus het is de kracht van woorden
En het overbrengen. Ja, ervan. Ja. Zijn we, hoe presenteer je jezelf? Hoe sta je? Bij een tekst die echt gewoon meteen moet staan, mag je een beetje arrogant zijn. Je mag, weet je, het moet gewoon staan. Ja. En dat vind ik gewoon heel gaaf. En ook wat ik net zei, je gaat op het podium staan. Je hebt niets meer dan je stem. Ja. En je redt je maar. En dat vind ik heel gaaf. Klopt. Wij hadden een samenwerking met de laatste video die we hebben getoond vanuit NDC op Trendship. Ja. Een van onze mooiste evenementen. En je werkt voor Magielsen. Ja. Dat is een van onze vaste bureaus waar wij je teksten laten schrijven, vind ik niet eens het juiste woord. Want dat kunnen we zelf ook, want we zijn een mediabedrijf. Maar dat extra laagje, dat extra sausje weten zij toe te voegen. En precies. Al heel snel dacht ik van, volgens mij moeten we jou ervoor inzetten. Gaaf, ja. En ik kan me nog herinneren dat jij een tekst van mij kreeg. En het begon met Groningen, Friesland, Drenthe. En wat maakte jij ervan? Wij maakten de klei, zand, water van. Ja. Ja, en dat, meteen de bovenste drie provincies heb je dan meteen dat te pakken. Dat pakte me meteen, want Groningen, Friesland, Drenthe, dat is hard. Je bent een Groninger, mm-hmm. of niet. Maar zeker. Iedereen is een beetje klei, iedereen is een beetje water, iedereen is een beetje precies, zand. Precies. En neem ons mee, wat vind je het mooiste achter zeg maar, het werk wat je doet? Voordat ik dat zeg, wil ik nog wel zeggen, klei, zand, water. Klei. Werd bedacht door Lisbeth. Ja. En dat is mijn baas van Lisbeth Magielsen. Ja. Dus die verdient daar 100% van de prospo die zin. Ja. Sorry, wat vroeg je dan net? Nu ben ik mijn vraag. Maar je wil shout-out doen aan Lisbeth. Zij verdient het. Neem ons mee van wat is het mooiste achter zeg maar, het proces waar jullie instappen om van relatief rationele teksten, hele mooie emotionele teksten te maken waar iedereen in zich kan vinden. Wat het effect wat je in 9 van de 10 gevallen terugziet, is dat door de manier van hoe we het verhaal brengen, want iedereen houdt van een goed verhaal, maar iedereen houdt wel helemaal van een goed verhaal dat ook nog eens goed wordt verteld. En wat ik merk is in 9 van de 10 gevallen dat mensen dan nog makkelijker of beter de tijd nemen om echt even te luisteren. Weet je, we worden natuurlijk 24/7 bijna afgeleid door ons telefoons, door een iPad, door een laptop, welk beeldschermen we ook maar wel voor ons zien. En dit vind ik ook het mooie aan poëzie en aan het zelf optreden, is dat het gewoon een moment is waar je weet dat iedereen luistert, je weet dat je gehoord wordt. En het gaat er niet om dat ze het per se mooi vinden. Maar het gaat erom in ieder geval dat ze daarna hebben geluisterd. Ja. Dus het moment dat ik op het podium sta en ik hoor alleen maar ik kan bewijs van een speld horen vallen. En er is heel weinig beweging in de zaal. Weet je, en iedereen laat een drankje even voor wat het is. Ja. Dan weet je, kijk, ik heb ze nu gegrepen. Ik heb nu de aandacht. En dat is voor mij echt goud. Mooi. Ja. Einde van deze aflevering ga ik je ook vragen om een vers van je voor te lezen. Ja, ik heb is het lezen trouwens wat je doet? Of is het... Ik zou het voordragen noemen. Zeg maar. Okay. Nee, ik bereid je voor. Sowieso. Ik heb genoeg uit mijn hoofd. Waar ik ook benieuwd naar ben, is jullie kijken anders naar teksten vanuit Magielsen. Mm-hmm. En jij bent in ieder geval het gedeelte spoken word daar actief aan het opzetten. Yes. Jullie werken voor het bedrijfsleven. Ja. Traditioneel van taalbureau, wat nu ook content produceert en nu dus een extra laag toevoegt spoken word. Ja. Hoe kijken jullie anders naar teksten die bedrijven produceren of het woord... Die het woordenboek van een bedrijf. Ja, ik snap wat je bedoelt. Het woordenboek dat jullie gebruiken. Want het verschilt toch wel enorm. Mm-hmm. En ik vind in die klei, water, zand. Dat was voor mij, wat mij betreft, meteen al het grote verschil van wat jullie doen. Precies. En hoe een bedrijf zou communiceren. Ja, ik denk dat het. In zekere zin, het is natuurlijk heel poëtisch. En of het nou in rijm ligt, of in ritme, of in cadans ligt. We proberen zeg maar... Cadans is... Ja, is... gevoel voor ritme. Ja, precies. En dat delivery noemen ze het in de rapmuziek toch? Ja, precies. Ja, oké. En ik denk dat in heel veel gevallen, of tenminste voor heel veel mensen, dat poëzie... een beetje ver was het vandaan. Dat het heel gauw zweverig... dat het heel gauw als een zweverig karakter kan overkomen.
Maar het is in heel veel gevallen kan het wel gewoon heel goed helderheid geven. En, kan het, en dat is natuurlijk ook wat het met marketing is, of met content marketing. Je wil een verhaal vertellen. Ja. En met spoken word teksten, dat is een verhaal vertellen. En daarom kijken we ook gewoon van, hey, wat is de boodschap die de klant in dat geval wil brengen? En hoe kunnen we dat op zo'n poëtisch mogelijke manier, die een beleving kan triggeren van hun doelgroep? Want dat is wat poëzie doet en wat een goed verhaal doet. En dat is hoe we proberen in te vullen. Vind je dat bedrijven romantischer moeten communiceren? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik denk dat het sowieso een hele interessante kan zijn. Omdat op het moment dat we met een ondernemer in gesprek gaan, iedere ondernemer is trots. En die maakt ontzettend lange weken, ontzettend lange dagen. Maar soms weten sommigen die ik heb gesproken, ik kan niet voor ze allemaal spreken, maar die ik heb gesproken, die werken wel heel hard. Maar ze weten dan niet meer precies van wat zijn nou echt de onderliggende bewegingen. Waarom doe ik wat ik doe? Wat is mijn dag één visie? En ik denk dat door middel van poëzie op een andere manier kijken naar wat je aan het doen bent en het ook daadwerkelijk opschrijven, kan je zelf een hele verfrissende blik geven op je eigen onderneming. En hoe creatief moet jij zijn? En nou, misschien moet ik een andere vraag eerder stellen. Wat is creativiteit voor jou? Daar kan ik wel een goed voorbeeld van geven. Ik heb een samenwerking met de NS. En ik heb ze gewoon eens benaderd via Facebook. En op de een of andere manier is het gelukt om ze binnen te halen. Maar ik heb het zo bij ze neergelegd van, ik wil teksten schrijven over onderwerpen gerelateerd aan het reizen met de trein. En mijn doel is dat het moment dat iemand een tekst heeft gelezen of een spoken word video die ik dan met ze maak heeft gezien, dat hij de volgende keer net even iets anders het perron oploopt of net even iets anders de trein instapt. Dus dat de beleving, dat die wordt getriggerd. En wat heb je gedaan? Kan je ons meenemen naar iets wat je hebt gedaan? De eerste video, ik heb er nu 4 gemaakt en volgende week staat de 5e op het programma. Dan gaan we naar Zwolle. De eerste was in Groningen, natuurlijk. Ja. En, mooiste station. Ja, precies. En dat was heel mooi. Want dat was, we hebben een week nadat ons station werd uitgeroepen tot het mooiste station van Nederland, hebben we de eerste video uitgebracht. Dus dat was echt top. En die is ontzettend goed ontvangen. Ontzettend blij mee, ook ontzettend trots. Want het was toch wel een beetje spannend van tevoren. Maar ik heb een tekst geschreven over, wat betekent een station, niet per se station Groningen, maar wat betekent een station voor de stad, maar ook andersom. Het is de plek waar een stad je welkom heet. En dat is ook eigenlijk de eerste zin die ik gebruik. Of van je afscheid neemt. Precies. Dus dat komt er ook in voor. Dus het is heel leuk om daar een beetje een contrast in te schetsen. Een mooi voorbeeld eigenlijk altijd die ik ook wel vaak gebruik, zeg maar, van in ieder geval de kracht van beeld dan. Is dat 2 jaar geleden is het volgens mij, was Joram Krol, de stadsfotograaf van Groningen. Ja. Die had een foto genomen van een dakloze jongen. En die sliep in een stationszaal in Groningen. Op kerst. Jeez. En die had hij dan live gezet op Facebook. En die ging toen viral, omdat heel Nederland toen besefte van, hey, terwijl ik mijn langoustien met kreeft op een moesje van iets anders aan het eten ben, zit er gewoon een jongen die mijn zoon kan zijn. Mm-hmm. Op een station, mooiste station van Nederland, gewoon te slapen. Mm-hmm. In de kou. Ja. En dat liet ook meteen een ander beeld zien van, in ieder geval het leven. Maar het liet ook zien wat de kracht is van beeld. En ik denk ook dat dat doorvertaalt naar de kracht van woord. Omdat hij pakte het rauw. Hij pakte het, precies, het echte verhaal. Hij nam je mee met zijn foto. Ja, hij legt echt de vinger op de zere plek. Voor de maatschappij. Ja, klopt. En ik weet niet of we hem kunnen. Nee, ik denk niet dat we hem kunnen knippen. Maar hij maakte die foto ook zo dat je een kerstboom op de achtergrond zag. Oh, echt? Dat is net een andere foto dan misschien een standaard fotograaf zou nemen. Mm-hmm. Dat vind ik bijna ook poëzie. Ja, zeker. Zeker. Wij zelf gebruiken altijd woord in combinatie met beeld. Mm-hmm. En ik vind dat woord het beeld moet versterken. Ja. En woord moet diepte geven van het beeld dat je gebruikt. Mm-hmm. En of als het een video is, en of als het een foto is, en of als het een advertentie is. Mm-hmm. Of andere uiting, vind ik dat, als je het eerst ziet, dat doe je binnen een paar seconden, milliseconden misschien, dan ga je lezen.
En dan ga je opeens kijken naar de diepte. Ja. En wat ik in ieder geval mooi vind, is dat als je dan ook nog woorden gebruikt met diepte, dan geef je nog een extra laag. Want dan ga je kijken naar het beeld. En dan ga je nog een keer nadenken over die woorden. Precies, je geeft er nog weer een extra dimensie. Ja. Nou, je pakt gewoon, eigenlijk probeer je het in een spoken word video, is dat ook zo. Wat wij bijvoorbeeld samen hebben gedaan voor NDC, voor Trendship. We proberen eigenlijk gewoon het beste van twee werelden samen te brengen. Ja. Perfecte beelden met een tekst die raakt. Ik ben wel even benieuwd van waarom heeft een vertaalbureau, wat nu een contentbureau is, als Machielse, gekozen om iets orthodox te doen als spoken word. Want je bent begonnen bij Urban House en dat is eigenlijk een podium voor kunstenaarschap. Ja, ik ga het toch weer gebruiken. Mm-hmm. Slecht woord, spijt me. Maar voor vakmanschap. Ja. Wat te weinig aandacht krijgt. En nu zie je in ieder geval wel dat het een groter podium krijgt. Omdat Magirus is toch wel een gerenommeerd bureau. Mm-hmm. Waarom hebben zij ervoor gekozen? Hoe is dat gegaan? Ik had vanuit mijn eigen bedrijf had ik ook al wat opdrachten als tekstschrijver uitgevoerd. Dat is heel simpel. Ik had dat ook op LinkedIn staan. En Jouke, een collega van mij, van Magielsen, zij hadden een vacature voor tekstschrijver. Nou, hij had mij benaderd en voor mij was dat een hele mooie kans om mezelf daarin te ontwikkelen. Het was ook van, dit was ook altijd iets wat ik waar ik mezelf graag in zou willen uitdagen. Kan ik het? Kan ik er echt goed in worden? En, ik was natuurlijk ook al bezig met spoken word. Dus ik vertelde daarover. En zo was het balletje ook al een beetje gaan rollen. Van ik heb ook al opdrachten. Ik heb ook eigen opdrachtgevers als spoken word marketeer. En daar liggen ook heel veel kansen. Ja. En we zijn nu 5 maanden verder. En ik ben nu sinds twee maanden ben ik dus ook echt flink bezig met spoken word video's maken voor Magielsen. Maar ook voor de klanten van Magielsen. Nice. Ja, zeker. Waaronder NSC. Nice. We zitten bovenop, in ieder geval, de etagevloer onder zit de redactie van Dagblad van de Noorden. Die zijn ook bezig om in ieder geval de krant van morgen te maken en ook de nieuws van vanavond online te krijgen. Ik ben wel benieuwd als jij nieuws leest. Of wat jij ervan vindt. Ik ga ervan uit dat je nieuws leest. Dat kan niet anders. Ik lees het wel, maar als ik zou zeggen dagelijks zou ik liegen. Serieus? Ja, ik lees niet iedere dag nieuws. Nee. Hoe kan dat? Ik heb eigenlijk echt geen flauw idee. Ik weet het niet. Ja. Niet geïnteresseerd of vind je dat niet? Maar ik wil mijn vragen wel stellen. Want misschien komt het wel terug in het antwoord. Als je wel nieuws leest, wat denk je dat een nieuwsjournalist zou kunnen meenemen van jouw van wat jij doet? Zie je dat samen gaan? Waar, het moment dat ik bezig ben met een tekst, en ik bedoel dit niet van, ik kan dit beter dan de journalist, helemaal niet zelfs. Maar ik denk wel dat ik ben zelf heel erg van een verhaal rondmaken. Dus echt een geheel maken. Want ik ben ervan overtuigd dat het begin en het eind van een tekst, daar valt of staat je tekst mee. Ja. En een tekst kan echt een topinhoud hebben en het raakt en het triggert en noem maar op. Maar het moment dat het niet goed wordt afgerond, dan is de kans klein dat het blijft hangen. Ja. Dus nogmaals, niet om te zeggen ik kan dat beter dan een journaliste, maar ik denk wel dat het iets is waar aandacht voor moet zijn. Voor een journalist. Of iedereen die een tekst schrijft. Dus eigenlijk. Een verhaal rondmaken. Precies. Ja, okay. Maar dat is het laatste wat je meegeeft. Ja. Dus dat eigenlijk. We hebben ook een verrassende vraag ingebouwd. Leuk. En je mag eigenlijk gewoon kiezen. Nummer 1 tot en met 5 en dan komt er een envelop uit en er zit een dilemma in. Als het goed is, heeft Rachel leuke dilemma's voorbereid. Ze gaat ons meenemen. Ja, ik vertrouw Rachel sowieso niet. Dus dit nieuws. Dit kan niet. We gaan het in ieder geval proberen. Het is onze eerste uitzending, dus we horen ook graag van de mensen wat ze ervan vinden. Maar kies een nummer 1 tot en met 5. Ik zit hoog in. Nummer 5. Nummer 5. Fijn. Ik ben benieuwd wat de vraag is. Ik ook heel erg. Wat ben je liever? Succesvol in je werk, maar over de rug van je collega's? Of slecht presteren op je werk, maar je hebt een goede band met je collega's? Het tweede. Dat klinkt heel erg. Tuurlijk kies je daarvoor. Maar met dat soort dingen zou ik mezelf niet in de spiegel kunnen aankijken. Okay. Ik vind niets verschrikkelijks dan dat. Spoken word op het podium is relatief solo werk. Ja. Je staat er ook solo. Ja.
Je gaat volgens mij naar de Nederlands kampioenschappen eind dit jaar. Zo kun je het noemen. Het zijn de Vandalis Spoken Word Awards. Ja, ja. Je hebt meerdere categorieën en ik zit in de categorie storytelling. Okay. En 12 november is de voorronde in Amsterdam, in de Nieuwe Liefde. Sorry. En volgens mij zijn er 600 aanmeldingen, ongeveer. Nou, in ieder geval een paar honderd aanmeldingen. Ja. En er gaan twee door. Per categorie. Dus, en heb je set al klaar? En dat is eigenlijk wel een leuke. Ik heb mijn eerst geschreven spoken word tekst. Gaat over mezelf en over mijn broer. Maar op het moment dat ik hem voordraag, dan zul je niet doorhebben dat het over mezelf gaat. Okay. Of je moet me kennen. Maar die heb ik ongeveer 4 jaar geleden geschreven. Ja. Dus in mijn textueel is het zeker niet mijn beste tekst. Maar het is wel de tekst waar ik het meeste gevoel in kan leggen. En hij begint heel rustig. Hij bouwt zich heel erg op. En op een gegeven moment is het behoorlijk vlammen. Dus ik vind het heel leuk om die weer een keer voor te dragen. Omdat ik die gewoon simpelweg niet heel vaak voordraag. En is spoken word wel een ding wat in Groningen veel voorkomt? Want ik heb het gevoel dat het veel in Rotterdam plaatsvindt. Ja, in de hip-hop scene in Rotterdam, dat daar veel spoken word is. Ja. Amsterdam natuurlijk ook. Amsterdam ook zeker. Ja. Maar Rotterdam inderdaad, wat je net zelf zegt, meer. Maar ben jij dan vaak de enige Groninger? Niet per se de enige, maar ja, soms ben ik wel de enige uit het Hoge Noorden. Oké, zonde. Zonde eigenlijk, hè? Zonde. Terwijl het hier zoveel gebeurt. Ja. Tenminste, relatief gezien gebeurt het hier echt wel veel. En storytelling gaf je net aan. Wij doen veel storytelling voor bedrijven. Mm-hmm. Vaak begint het toch met, zeg maar, waar ligt de bezieling van de organisatie? Wat wil je zijn? Mm-hmm. En wat wil je dat mensen denken dat je bent? Ja. Daar ergens probeer je dat samen te vatten. En in een verhaal, in storytelling, in campagnes, in content. Ja. Je merkt toch wel dat bedrijven en vaak ook klein MKB'ers moeite hebben om te vertellen waar hun drijfveer vandaan komt. Ja, ja. Omdat ze of bang zijn, denk ik, dat het niet aanslaat. Of hebben we het te moeilijk gemaakt? Moet je een zware bezieling hebben als je een bedrijf hebt? Hoe ga je ermee om als je gewoon bij een bedrijf zit die gewoon zegt van, ik wil gewoon mensen van A naar B brengen, zoals de NS. Ja. En ik wil ervoor zorgen dat mensen op tijd komen. Ik heb het gevoel dat er heel veel druk wordt gelegd op bedrijven, mm-hmm, om heel erg die why naar voren te halen. En dat die why per se ook vanuit een ziel moet komen. Ja, sorry hoor. Dat komt heel erg naar voren. Maar ik denk ook, oprechte content is gewoon wat, zeg maar, de ondernemer zelf, zelf online zet. Wat hij zelf gewoon tof vindt. Wat hij zelf leuk vindt om te posten. Dat in de meeste gevallen ook gewoon goed wordt ontvangen. Ja. Dat ook het soort content is wat je doelgroep niet alleen bereikt, maar ook echt triggert. En dat is natuurlijk wat je wil. Allemaal leuk dat je je doelgroep weet te bereiken. Maar het gaat natuurlijk om dat triggeren. En je hebt zoveel tactieken en strategieën om dat voor elkaar te kunnen boksen. Maar op het moment dat je het gewoon zelf leuk vindt om te posten, dan zijn het waarschijnlijk, dan ben je ook gewoon creatief. Want je vindt het leuk. Ja. Dus je bent jezelf ook al waarschijnlijk een beetje aan het uitdagen. En je vindt het gewoon leuk om te doen. En ik denk dat. Dus het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Klopt. En omdat het toch wel een beetje de fase, de periode is van ontzettend veel fake content, push content. Ja. Zijn mensen wel op zoek naar echte content? Ja, dat denk ik wel. Naar realness? Ja, dat denk ik wel. Ja. En wat ik eerder zei, ik denk dat door vormen als spoken word, ik zeg niet alleen maar spoken word, maar vormen als spoken word, die je gewoon even anders laat te kijken naar je eigen bedrijf, naar je eigen onderneming. Dat is super verfrissend. En uiteindelijk heeft dat ook een hele oprechte werking op de content die je daarna post. Als je er een beetje bewust van blijft. Nice. Ja. Nice. Ik heb nog een laatste vraag. Yes. Voordat je overgaat naar een stukje van je set. Komt goed. Ga je ons meenemen naar dat verhaal van je broer? Is goed. Het zou wel mooi zijn. Even de generale. Ja. Ik ben wel benieuwd welke tip je gewoon mensen kan geven. Ondernemers, of het nou een kleine ondernemer, groot ondernemer is. Die gewoon begint met communiceren. En die gewoon zijn verhaal echt wil vertellen. Mm-hmm. Maar ook met de sausje die jij kan geven. Welke tip zou je ze geven? Het klinkt misschien, want het is het eerste wat in me opkomt. Het klinkt misschien heel afgezaagd en cliché, maar hou het gewoon dicht bij jezelf. Ja. Het moment dat je een stukje persoonlijkheid kan meegeven in je content, dat werkt gewoon ontzettend goed. Als je trots bent, laat zien dat je trots bent. Heb je een slechte week achter de rug? Prima om dat naar buiten te brengen. Dat is helemaal niet erg, want
Tuurlijk, iedere onderneming heeft dat, net als ieder mens ook al eens een slechte dag heeft of een slechte week. Dat kan prima. En dat constant te verschuilen achter nou ja, alles wat men niet, waarvan je niet wil dat men het ziet, ja. Dat kun je weglaten, denk ik. En ja, dat. Ja, dat. Nice. Wat kunnen we nog van je verwachten? Wij hebben net Fresh opgezet en dit is onze podcast, Fresh Minds. We zijn een creatief collectief binnen NDC Media Groep, maar de bedoeling is dat we buiten NDC Media Groep onze talenten vinden en jij bent daar één van. Tof. Wat kunnen we van jou verwachten en hoe gaan we dat terugzien? Waar ik me de komende tijd het meest op ga richten is, ik wil toffe spoken word teksten, eigenlijk spoken word video's maken voor bedrijven. We hebben gezien dat het aanslaat, dat het werkt. Wij hebben het gezien bij NDC of bij Trendship. Ja. Ik zie het nu bij de NS en ik heb zoiets van laat de grote bedrijven maar komen. Dan gaan we mooie dingen maken. Nice. Ja. Mike en Hamming, hoe heet je op Instagram, Facebook, Tinder, waar kunnen ze je vinden? Ik gebruik gewoon mijn eigen voor- en achternaam, Mike en Hamming. Ja. En anders via Magielsen. Nice, dankjewel. Neem ons mee naar een stukje van je set. Yes. En dan, we zijn benieuwd. En zo ging het iedere keer. Iedere dag. En iedere keer en iedere dag kneep het kleine broertje zijn handen in één om ook nog een balletje te mogen trappen. Maar tot die dag moest hij maar netjes wachten. 2 jaar. En 2 werd 4 jaar. 4 werd 6 jaar. 6 werd 8 jaar. En 8 werd het jaar van de verloren hoop. Men sprak van stille hoop, maar het kleine broertje schreeuwde het van de daken. Dag in, dag uit. Nacht in, nacht uit. 365 dagen. Men had met hem te doen. Maar geen idee of ze iets konden doen, moesten doen of zouden doen. En alle verwachtingen tegen zijn hoop. Maar hij was vastberaden. Zijn uren als dagen, weken als maanden. En zijn laatste broer tot broercontact ergens verstopt in die afgelopen maanden. Maar nu 8 jaar later en nog steeds bij het voetbalkooitje. 8 jaar later en nog steeds trekt het kleine broertje hard aan de mouw van zijn grote broer. Ik wil ook met je meespelen, meedoen en een balletje trappen. 8 jaar later en nog steeds geen actie of reactie. 8 jaar later en nog steeds geen interactie. Het kleine broertje moest maar wachten met zijn bal onder de ene arm en zijn ziel onder de andere. Veranderen zal het zijn grote broer ooit lukken? Tot daar. Applausje. Daarna wiskunde weer, ik moet nog repeteren. Ik kan dit niet anders dan kunst noemen, man. Dankjewel. Yes, dankjewel. Dan. Echt super tof dat ik hier nog als eerste dankjewel. Mag zijn. Ja, onze eerste gast. Nog een vraagje. Wie wil je dat onze tweede gast wordt? Oeh, even nadenken. En hoe snel moet iets komen, hè? Ik kan niet beloven dat het de tweede wordt, maar wie vind jij dat we hier aan tafel moeten hebben? Ik noemde hem volgens mij al eerder in het afgelopen half uur. Maurizio Plat. Ja. Hij, dat is een vriend van mij en het eerste spoken word optreden dat ik ooit zag, was van hem in Simplon tijdens een nieuwe attractionavond. Ja. Ik denk dat hij wel hele leuke dingen te vertellen heeft. Nice. Zeker. Dankjewel. Ja, dankjewel bro. Dankjewel Appie voor de video. Elle, Rachel, tot de volgende keer. Yes. And don't forget to subscribe. Je weet toch. Subscribe die handel man. Like en je weet toch. Volg die ik weet nog niet eens waar je ons kan vinden. Maar we zijn online. Vind Google iets gewoon. Ja, toch. Hey love. Let's.